Het parlement heeft gisteren de wet minimumloon met 36 algemene stemmen goedgekeurd. Deze wet is bedoeld om het minimumloonmechanisme te verbeteren door enkele aanpassingen door te voeren die zowel de werknemers als de werkgevers ten goede komen. Het doel is om een model te creëren dat beter aansluit op hun behoeften. Hierbij wordt het oorspronkelijk idee van een permanent mechanisme hersteld, wordt het advieskarakter aangepast aan de realiteit en wordt er technische ondersteuning geboden door de Nationale Loonraad. VHP-parlementariër, tevens initiatiefnemer Mohamed Mohab Ali, zegt dat deze wet ervoor moet zorgen dat werknemers een menswaardig loon kunnen hebben. Voorzitter, ik hoop niet dat de intentie van deze wet is om mensen of individuen te faciliteren. Ik hoop dat ik ongelijk ga hebben. Maar dat de intentie van deze wet is om een goed getraind en met expertise voor de Nationale Loonraad te hebben, die een goede, correcte minimumloon kunnen produceren ten gunste van ons allemaal. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser haalde aan dat er goed overleg tussen de overheid en het parlement is geweest om de wijzigingen in deze wet door te voeren. Parmisser hoopt dat de uitvoering niet op zich zal laten wachten. De minister heeft beloofd dat zijn inzet één zou zijn dat het per 15 maart zal geschieden. Minister, de samenleving hoort wel, dus uiterlijk 15 maart, ja, u hebt uw woord gegeven. We gaan u daar aan houden. En voorzitter, het is belangrijk om dit soort zaken vast te houden, want het gaat om minimumloon. Het gaat om mensen aan de onderkant, wat inkomen betreft, van de samenleving. Laten we met voortvarendheid daaraan werken dat we dat gerealiseerd hebben. Het initiatiefvoorstel is ingediend op 14 februari dit jaar door de leden Harriet Ramdien en Cedric van Samson. De commissieleden zijn Mohamed Mohab Ali, Suwarto Mustaja, Ramon Kodimusu, Patrick Kensenhuis, Henk Afiankoi, Anisadi en Rajinder Kumar Tibi.